Topzeilen TV is terug bij de wereldkampioenschappen in het Franse La Rochelle in de Olympische 470-klasse. Nederland komt uit met twee teams. Afrodite Kiranaku, die samenvaart met Anneloes van Veen. En het gelegenheidsteam met Michelle Broekhuizen en Joska Hummel. Het is de vierde dag. We gaan vandaag kijken hoe ze het doen op het water. We hadden drie wedstrijden vandaag. De eerste wedstrijd niet zo heel erg goed. De tweede wedstrijd waren we vierde, dus op zich een prima resultaat. En de laatste wedstrijd begonnen we goed, maar door onze snelheid konden we niet helemaal afmaken. Dus een beetje halverwege geëindigd. Waar ligt dat aan? Ja. Ja, af en toe kunnen wij niet zo goed starten. Dus van het begin is het een beetje moeilijk. Gisteren was de wind heel erg wisselend, dus je ziet dat veel goede boten en slechte wedstrijden hebben gehad. En vandaag hadden wij, zoals Anneloes zei, in de laatste wedstrijd een beetje speedproblemen. Dus van 7 boven hebben wij 14 of zo geëindigd. Speedproblemen, dan gaat de boot niet hard genoeg? Nee, dat is wel frustrerend in dit soort omstandigheden. Want we hadden 14 knopen, geloof ik. Ja. Dus die speedverschillen kunnen heel groot zijn. Morgen weer even goed de trim nameten op de kant en hard werken op het water. Jullie komen vorig jaar uit de junioren vandaan. Allebei redelijk succesvol. Allebei kampioenen, Europees kampioen, wereldkampioen. En hoe is dat tussen de senioren te varen? Nieuw. En? Ja, we hebben heel hard gewerkt. Om alleen maar om te zeggen dat wij bij de top 10 af en toe kunnen spelen. Wij varen tegen de Olympische kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen. Zilver Olympisch kampioen, brons. Dus het is heel goed om dit spelletje te spelen voor ons. Ons doel voor het WK was top 8, maar ik weet niet op dit moment of het nog realistisch is. Maar wij willen zeker bij de top 12 in de buurt blijven. En dan zaterdag is er een medal race en daar willen jullie dus in zitten als ik zo naar jullie doelstelling luister. Ja. Wat moet er daarvoor gebeuren? Twee goede wedstrijden morgen. Hoe gaat het tot nu toe? Dag 4 zit erop. Nou, het is lastig. Het gaat met ups en downs. Het is een sterk veld, maar we doen ons best. En het is gewoon vooral heel gaaf. Goede ervaring. Goed dat we de Goldfleet hebben gehaald. Ja, dat is sowieso. Zijn we al heel blij mee. Jullie eerste WK bij de senioren, om het maar even zo te noemen. Wat is het grote verschil? Super hoog niveau. Iedereen gaat hard. Alles ligt dicht op elkaar. Ja, elk klein foutje wordt afgestraft. En gaan jullie hard? Ja, wij gaan zeker ook af en toe heel hard. Soms gaan ze iets harder dan wij, maar vooral vandaag, de laatste wedstrijd, gingen we weer echt knoerd hard. Dus we doen ons best. En met deze prachtige beelden van een planerende 470 sluiten we de dag af. Morgen 9 augustus staan er nog 2 races op de agenda om te bepalen wie er in de medal race uitkomen.